Hallo lieve vrienden, hoe is het met jullie? Nou mooi, met mij is het prima. Ik ben gestopt met zeuren, in ieder geval voor de aankomende pak een beetje dan 10 minuten. Zeur ik niet, ja mag ook wel een keer gebeuren. Wat zit er toch onder dat doosje? Wat heeft ontzag met je opgestuurd? Laten we gaan kijken, want we zijn benieuwd. Ik doe mijn best. Ach, kijk eens wat leuk. Snacks. Whole veggie snacks. Lekker bij de borrel. Ik zie hier dus een spessieboon in. En nou niet dat je zegt spessiebonen die er heel lekker vers uitzien. Krokante snackbonen. En spessiebonen om te snacken. Krokant. Ik vraag me toch af in welke bui ik in mijn hele leven moet zijn om te zeggen van jongens, ik heb een schaaltje krokante spessiebonen bij de borrel. Krokante groentemix. Zit ook die spessiebonen in. En ik zie bietjes. En volgens mij ook gewoon patat. Zit hier dan in. Aardappel, pompoen, taro, spersiebonen, rode biet, wortel. Wat is in godsnaam taro? Ik ben beslag. Lekker bij de borrel. Xevier krokantjes. Het ziet er verdomme uit als een combinatie van een voetschimmel en een uit de hand gelopen soa. Ik vind dat het een beetje te ver gaat. Iedereen mag van mij eten wat hij wil. Al eet je dingen niet omdat je dun wil blijven. Al eet je dingen wel omdat je dik wil worden. Al eet je dingen niet omdat het van je godje niet mag. Het interesseert me toch geen ene malle moer. Het kan mij nou allemaal bommen, mensen. Al wil je geen vlees eten. Al wil je geen groente eten. Al wil je de hele dag pakken vanillevla naar binnen slobberen. Het interesseert mij geen ene moer. Het maakt me geen ene moer uit. Eet lekker wat je wil. Drink lekker wat je wil. Val mij niet lastig. Wat mij wel opvalt de laatste tijd in de supermarkt. Dat de supermarkt een soort heel nieuw elan heeft gekregen. Dus vrijwel alles is opeens vega en veganistisch. Ik weet niet hoeveel vega en veganistische mensen er zijn bij de supermarkt. Maar volgens mij niet zo heel veel. Want ik ken er persoonlijk eigenlijk nul. En ik ken best wel wat mensen. De meeste mensen die ik ken. Mijn moeder die eet minder vlees. Dat is wel waar. Die eet alleen nog maar kip en vis. Maar ja goed, dat is dan de enige. Zelfs mijn dochter die ooit op een gegeven moment thuis kwam en zei ik ben vegetariër, is er ook mee opgehouden. Ik ken helemaal niet mensen die vega of veganistisch zijn. Terwijl de supermarkt er helemaal van uitpult. Pulkt. Uitbolkt. Van uitpul. Dat er heel veel spullen vega en veganistisch in de supermarkt zijn. Ik begrijp niet waar dat vandaan komt. Maar goed, borrelhapjes zijn hapjes voorbij de borrel. En borrel is nog steeds alcohol. Terwijl dat waarschijnlijk ook binnenkort verboden gaat worden, zoals alles wat leuk is. En wat neem je dan bij een borrel? Ik noem een bitterbal, een blokje kaas, een stukje leverworst, pindaatje. Dan zijn we er misschien wel. Geen gedroogde spessiebonen, krokante zeewierblokjes of dit. Maar dat vind ik. Maar als jij gaat borrelen en je wil dat wel, mag dat ook. Liberaal, hè? Nou ja, ik begin wel bij de krokante spessiebonen van snacks. Kijk, ik zal je vertellen, die spessiebonen die zijn niet eens normaal afgehaald. Ik bedoel, daar haal je toch altijd dopje vanaf. Die spessieboon is knetterhard. Dus hij is... Ja, hoe doen ze dat? Totaal geërfdroogd. Alle vocht is eruit. Het is zoet. Er zit suiker overheen. Ja,
suiker en zout. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik spesiebonen lekker vind. Gekookt. Maar zo gedroogd smaakt het eigenlijk vrijwel naar niks. Een beetje zout, zout en suiker. Als je dit bij mijn borrel geeft, dan zijn wij vrienden af. Volgende, de groentemix. Wat zit hierin? Van snacks. Dit. Nou, dat is biet. Ik weet even niet wat dit is. Dat is misschien dat... want er zit geen courgette in. Godverjuur, wat zit er dan wel in? Pompoen is het niet. Dat is denk ik die taro. Kijk, hier zitten ook spersiebonen in. Maar ja, die hebben we al gehad. Nee? Die spersiebonen. Ik denk dat dit dan de taro is. Dit is de biet. Dit is de zoete aardappel. Gewoon eens een frietje. Ik weet allemaal niet wat die troep allemaal is hoor. En dit is ook iets wat ik niet weet wat het is. Nou. Ik weet niet wat het was. Smakeloos. Muf. Beetje zout. Bietje vind ik altijd lekker. Ja. Lekker bietje. Gewoon zoals ook van die chips van groenten. Bietjes dat wel lekker. Zoete aardappel ook. Is een beetje grof. Nou, grappig dat je zoete aardappel smaakt naar niks. En de taro. Deze is zout. Zoet. En niet gek. Ze hebben de suiker en zout overheen gegooid. En voor de rest heel erg gedroogd groente. Ja. Ja, word ik hier. Kijk, heb je een worteltje. Word ik hier altijd zat van? Het is niet vies. Het is echt niet vies. Het is ook niet heel erg lekker. Het is voornamelijk heel erg smakeloos. Ja, zout en zoet. Maar dat komt omdat er een schep suiker en een schep zout overheen zit. Dus dan had je ook een drol kunnen uitdrogen en in het bakje kunnen stoppen en zeggen, lekker borrelsnackje. Ja, had gekund. Het enige product waar ik in geloof dat het anders is dan de rest, is dus de snacks whole veggie zeewier krokantjes. Want zeewier heeft een eigen smaak en ze hebben daar blijkbaar iets op gesmeerd dat het een krokantje werd. Het ruikt eigenlijk naar niks. Maar misschien smaakt het wel naar iets anders dan smakeloze spersiebonen groentechips. Het zeewierkrokantje, in het welkrokant, het smaakt uiteindelijk licht naar zeewier, maar niet heel erg, maar wel heel erg zout. Het is een heel zout krokantje, waar de zeewier in verwerkt zit. Doet helemaal niks. Het is gewoon vredelijk saai. En ik wil helemaal niet zeggen dat een borrelnootje hogere wiskunde is. Maar het is gewoon saai. Het smaakt gewoon eigenlijk naar zout. Zoet zout, zoet zout. En even kijken. 3 voor 6 staat erop. Dus het kost 2 euro per stuk. Nou, heb je voor 2 euro heb je, denk ik, hoeveel gram zit erin? 100 gram gedroogde spersiebonen. 100 gram allemaal troep, allemaal groenten, smakeloos. En 100 gram zeewier, wat alleen maar zout is. Pff, wat ben ik eigenlijk bij dat ik gewoon een normale man ben die gewoon van een plakje worst houdt zeg, en een bokje kaas. Doet helemaal niks dit. Tijd voor de cijfertjes. En de cijfertjes zullen niet mal zijn. Terwijl ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze wel eens gezien staan in de supermarkt. Waar ik altijd dacht van, hoe zou het smaken? Nou, daar heb ik nu antwoord op. Naar vrijwel niks. Eigenlijk de meest bizarre zijn de spersiebonen. De gedroogde spersiebonen. Lekker bij de borrel. Is helemaal niet lekker bij de borrel. Is helemaal nooit lekker. Het smaakt naar niks. En het is de big nothing. Dus het is droog spul.
zonder smaak, met dan suiker en zout. Staat helemaal nergens op. En dan 3. Dit zijn de zeewierkrokantjes. Zit zeewier in, zijn krokant. Zeg wat het doet. Alleen er staat bij lekker voor de borrel. En dat is niet zo. Die is helemaal niet lekker bij de borrel. Die zeewierkrokantjes zijn gewoon hartstikke zout en niet zoveel aan. Geef mij dan maar gewoon een zout chippy. Die krijgt een 4. En de meest smaakvolle, dat is deze. Dat zijn verschillende groenten. Waarom? Ja, omdat die groenten nog tenminste een beetje smaak hebben, zoals een biet en een zoet aardappeltje. Maar de rest eigenlijk ook niet heel erg. Er is gewoon zout en suiker bij gemieterd. En dat is het dan verschrikkelijk. Nou, deze krijg ik nog een 5. Saaie, zouteloze. Nou, dat is niet zouteloos. Zijn wel saai. Saaie, verschrikkelijke saaie hapjes. Van snacks. Whole veggie bij de borrel. Ik zou zeggen, doe het lekker niet. Ja.